Rick, het was nog even een probleempje om jou hier voor de camera te krijgen, want het is druk, begrijp ik. Ja, het was net even een leuke chaos op de opstelplaats aan de Centuurbaan Zuid om, nou ja, om die hele parade op volgorde te krijgen. Ja, want wat was er allemaal aan de hand? Nou ja, de wagens staan daar en er moeten natuurlijk wat reclameauto's bij ingevoegd worden. En toevallig moest er nog net een ambulance naar het zorgcentrum daar. Ja, dus dat was even hectisch. Maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen? Bij ons komt altijd alles goed, hoor. Goed zo. Hoeveel wagens doen er mee dit jaar? We hebben 17 wagens. Ja. 17 van de bouwgroepen en scholen? Nee, er zijn 11 bouwgroepen, meen ik, en 6 scholen. Of 10 bouwgroepen en 7 scholen. Pin me daar niet helemaal op vast. In ieder geval mogen we blij zijn dat het vandaag fantastisch weer is, hè? Ja, absoluut. Weer kan niet beter. Perfect zo, ja. Wat komt er nou allemaal bij te kijken bij zo'n dag? Want hoe laat ben je vanochtend begonnen bijvoorbeeld? Ik was er vanmorgen om 8 uur. Heb ik alle wagens opgewacht om te zorgen dat ze in de juiste volgorde de Albers of de Centuurbaan oprijden. Maar anderen die zijn alweer druk bezig met toiletvoorzieningen, zowel op de Centuurbaan als op de Albertsbaan. Iemand voor de koffie 's morgens, ook niet onbelangrijk. Ja, zo zijn we allemaal druk bezig met die parade. En ik zag nog allemaal mensen de laatste dingetjes doen met boormachines aan de slag. En er moesten nog bloemen geprikt worden. Ik denk, oh, dat moet toch al lang klaar zijn? Het was iets van 2:30. Toen zag ik dat nog. Nee, dat is elk jaar hetzelfde. Dus altijd de laatste dingetjes die doen ze altijd op de Centuurbaan. Je ziet ook wel met het rijden hierheen dat er af en toe een bloemetje afvalt. Nou ja, dan moet je dat natuurlijk nog wel even weer fixen. Oké, en jij loopt zo een beetje rond om te kijken of alles een beetje naar behoren verloopt. En ik zie jou ook met zo'n pieper. Waar word je regelmatig voor opgepiept? Nee, we lopen allemaal rond en daarmee kijken we een beetje of de parade goed doorloopt. Of er geen calamiteiten zijn, of een trekkerstuk of iets dergelijks. Ja, en dan is zo'n portofoon wel makkelijk, want dan heb je direct met 8 man tegelijk contact. Het lijkt allemaal wel lekker door te lopen. Ik zag vorig jaar dat er behoorlijk wat tijd zat voordat de volgende wagen weer kwam. Maar dat zie ik nu niet. Nee, dat klopt. Maar dat komt ook omdat wij dit jaar de opstelling op de Centuurbaan Zuid, de startopstelling, anders hebben gedaan. We hebben de auto's er direct tussen gezet, waardoor ze niet meer in hoeven te voegen. Ja, en daardoor loopt het allemaal veel soepeler voor ons nog. En dit is een middagparade, om 2:30 gestart. En vanavond komen de wagens nog een keer langs, hè? Hoe laat is dat? Ja, om 7:00 gaan we voor de avondparade van start. Ja, en dan zijn die wagens, die zien er dan weer echt heel anders uit met de verlichting. Ja, echt de moeite waard om weer te komen vanavond. Dus jij zegt gewoon 2 keer komen? 2 keer komen. En de rest van de week natuurlijk. Okay. Nou, u hoort het dus. Rick van der Est adviseert om vanavond gewoon nog een keer te komen kijken. 7:00.